Hallo wereld, Waasbas hier. En vandaag spelen we PC Delo. Laatste deel. Moet wel het laatste deel zijn. We spelen hem nu gewoon uit. Dus ik film uit. En dan geef ik aan het einde van dit filmpje nog even mijn mening over het spel. Hou wel even rekening mee wat de status is van het spel natuurlijk. En dan gaan we naar de volgende. Simpel zat. We weten nu hoe we dit spel moet spelen. We weten hoe we hem uit moeten spelen. We weten wat er nodig is. Sleutels halen, dingetjes verzamelen, in je broek schijten, wegrennen, deur openen, afmaken, klaar. Nou, simpel zat. Zo klinkt het ook heel erg makkelijk, hè? Maar dat is het ook. Het is ook wel makkelijk als je weet waar alles ligt natuurlijk. En als ik het nou nog niet weet, dan ga ik het nooit weten. En als ik hem nou niet uit kan spelen, dan ga ik hem nooit uitspelen. En dat kan ik niet accepteren. We halen de schroevendraaier op. Oké. Schroevendraaier. We hebben de schroevendraaier. Overkant. Sleuteltjes ophalen. En kunnen we de velf gaan plaatsen. Dan kunnen we eindelijk gaan rennen. Want dit is zo langzaam. Het is echt nog steeds ontzettend langzaam. Dat is wel echt een minpuntje, maar ja. Sleuteltje. Eerste masterkey. Masterkey. Hebben ze. Hier is niks verder. Nee. Hier is nog wel wat. Een minikey. Gaan we nou de velf gaan ophalen. Schrikmoment. Had je al gezien. Volgende schrikmoment. Ook al gezien. Sleuteltje hier. Velfie daar. En lopen maar. Generator aanzetten. Oké, we hebben de velf. We gaan hem plaatsen. In de juiste volgorde openen. Geel. Rood, groen, blauw, sleutel erin, generator aan, we kunnen rennen. Dan gaan we als eerste naar de warehouse toe en we gaan rennen. Gaan we rennen. Spring, nog een keer spring, oké. Schrikmomentje, niks aan de hand, key. Master key, panel, peertje, meekomen jij, mini key. We hebben die peer, hè? En dan vraag ik me af of je eerst naar de andere kant moet om de code te zien. Dat gaan we niet doen. We gaan in één keer naar die panel toe. We gaan die panel in één keer openen. Die deur. En dat kan de grootste fout van mijn leven worden. Active. 2, 3, 3, 1 toch? Ja. 2, 3, 3, 1. Enter. Hey. Kijk. Master key. Wat is dit? Oh ja, mini key. En hier is voor des niks. Schrikmomentje. 1, 2, 3. Hoppa. Niks aan de hand. Ja, maar als je het spel al 3, 4, 5 keer hebt gespeeld, dan weet je het toch wel. In ieder geval, dan schrik je dat niet meer. Je gaat mij toch niet vertellen dat je nou steeds schrikt. Je kan het niet. Hop. Mini key. 1, 2, 3. 4 minikies. Hierin. Hierin. Schuif, schuif, schuifel. Master key. 1, 2, 3, 4. Lopen we naar de deur toe. Godverdomme, schrik ik toch nog. Klauterspel, ik ben er klaar bij. Hup, loop nou. In het witte licht. We stappen in het witte licht. Hallo. En dat is hem. Uitgespeeld. We zijn er vanaf. Nou, leuk spel, niet slecht. Je schrikt zeker een paar keer. Ik moet het toegeven. Ik heb echt op het begin voordat ik het spel ging spelen,
Had ik mezelf voorgenomen om echt niet te schrikken. Ik had zoiets van, ja, ik schrik niet zo snel. Dat had ik dus fout. Ik schrik dus best wel snel met spellen. Maar goed, dat komt ook omdat het spel bouwt spanning op. En die schrikmomenten zitten er gewoon goed in. Wat ik wel minder vind is, je loopt zo langzaam op het begin. Het is te langzaam op het begin. Het is niet zo lang, maar goed, dat maakt niet uit. Dat is ook wel fijn aan de andere kant. Ik vind het een beetje vreemd dat de monster kan tevoorschijn komen en die kan achter je aankomen rennen. En dat is prima. Alleen dat monster kan ook tevoorschijn komen en dat doet helemaal niks. En dat snap ik niet helemaal. Wat daar de bedoeling van is. En dan lijkt het een beetje alsof het spel te veel leunt en te veel afhankelijk is van schrikmomentjes bij deuren en dergelijke. Dat hij in één keer tevoorschijn komt. En dat is een beetje jammer. Dat heeft het spel niet echt nodig, vind ik. In ieder geval, leuk spel. Het is niet een volledig spel wat ik heb gespeeld. Er schijnt nog een level achteraan te komen. Die doe ik misschien nog een keertje, een ander keertje doen. Maar voor nu zeg ik, het was me weer een waar genoegen. En tot de volgende keer. Wat gewoon zakken vol. Alsof ze er genoeg aan van hebben. Ik ga hier aankijken. Oh!